Goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is bijna 8 uur. Ik moet eigenlijk rennen, want ik heb een briefing beneden. En dan ga ik weer naar boven. Het is weer een nieuwe werkweek, nieuwe schoolweek, nieuwe werkdag. En ik hoop dat ik als onderwijsassistent een beetje kan laten zien van wat ik doe. Ik hoop dat ik jullie toch alsnog mee kan nemen. En toch wat kan laten zien. Ik moet nu echt rennen. Met een kopje thee begin ik de dag. De kinderen komen voor 15 minuten. Nee, niet eens. 5 minuutjes. Nou, de school is begonnen. Het eerste groepje naar gym gebracht. En nu ga ik weer terug naar de klas. Ja, als het goed is, is iedereen nu naar gym. Hey! Ga je naar gym? Rennen, want ze gaan nu beginnen. Ja. Hey, we gaan eerst de letters flitsen en daarna gaan we een boekje lezen. Ja? De L. Scheet. Van scheet. Gaat dat lekker, zeg? De Z. De N. Wacht. Goed gedaan. Je mag een woord schrijven. Schrijf maar een woord. Wat is de A? De A van pakken. De A? Ja. De A. Ik ga even zoeken naar de. Wat ga ik schrijven? Ik weet niet wat je gaat schrijven. Nee, je mag een woord schrijven. Kijk dan. Oh, dus is dat de N? Nee, hè? Oh, hier. Goed gezien. I was de I. De I, kijk eens voor je. Daar. Annie. Heb je mijn naam geschreven? Ja. Annie, dat is heel goed gedaan. Goed zo. Oké, nou. Nee, wacht, bijna. Annie. Hé, we pakken even je leesboekje erbij. De vorm van Freek. Nou, kom. Goed gedaan. Ja, begin maar. Freek. Freek. Heeft. Geen poes. Heel goed. Freek heeft geen poes. Heel goed. Maar, de laatste zin. Waar is hij? Waar is hij? Hij is ontsnapt, denk ik. Hij is ontsnapt door dan een baby. Nou, dit wordt een cliffhanger. Want dan gaan wij morgen gewoon verder lezen wat er is gebeurd. Spannend, hè? De laatste tel is 10. Topper, let's go. Maak een rij. Ja, dit is een nieuw. Het is mango met passievrucht en komkommer. Lekker, hè? Nee, heb ik zelf gemaakt. Vanochtend. Goed, hè? Om lekker gezond te blijven. Ik heb nu groep 4 naar de gym gebracht. Ik wacht nu even op de tweede groep van groep 3, mijn groep. En dan ga ik met ze mee naar boven en dan gaan we pauze houden, want we hebben dan fruit. Je bent bijna. Hier sta ik, schat. Ja. Je hebt bijna 600 punten, super goed gedaan, ja. Is van jou. Wij gaan een spellingtoets doen. Ik schrijf op de vijfde letter. De man met de pet. Schrijf op de p.
Oké. Volgende. Aha, ik heb de pug geschreven. Goed zo. Nummer 8. 8. Ik loop naar de auto. Auto. Schrijf op. Loop. Heel goed. Oké, we gaan het samen nakijken. Dus even goed meekijken en verbeter als het fout is. Maar ik zie hele goede antwoorden. Een dikke krul met een... Een dikke krul. Je mag niet kijken, mijn poep loopt. Super. Nou, we hebben nu pauze. Het is alleen groep 3. Ja, juf kijken. Ja, waar moet ik kijken? Daar, Rozen. Ja? Ja? Ik vind het eigenlijk... Oh, en mooi, maar ook als hij kort is. Ook als hij kort is, nou fijn. Ik heb een zon. Ja, alleen open, hè? Mag de jas. Yes. Maar niet uit. Nou, mijn pauze is voorbij. Het is nu middag. De kleuters. Het is nu middag. Ik ga terug naar de klas. Ik denk dat we gaan rekenen. Ik weet niet heel zeker. Maar mijn buik is vol. Andere lerares die was jarig. Dus heeft echt van die lekkere... Ik noem het kaneelbroodjes. Maar volgens hun waren het geen kaneelbroodjes. Ik schrijf het hier even onderop. Bij deze ga ik nu heel snel de klas in. Dus wij gaan de spelling CITO-toets afmaken. Was jij ziek de vorige keer? Oké, goed luisteren. Ligt al dagen in bed met griep. Goed zo. Volgende vraag. Ben je aan het tekenen op de muur? Ik schrok al. Oké, goed kijken, hè? Oogjes in het boek. Ja, rechtop zitten. Yes. Kan je beter concentreren. Daar gaat hij. Nou, geldt hier ook hetzelfde. Verbind het plaatje met de bijbehorende woord. Ik word taal. Oké, nou, kruis maar aan. Laat me zien. Gaan we hier, is vest heel goed, dus je bent op zoek naar het woord vest. Ik denk, heb ik echt gevonden. Goed, verbeterd. Heel goed doorgezet. Box hem, heel goed. Nou, kan ik dit gelijk ook even nakijken. Het is tijd. Het is tijd om naar huis te gaan. Zo, een hele goede morgen. Het is dinsdag. Ik ben net aangekomen werk. Ik moet weer rennen voor de briefing. Daarna ga ik weer naar boven. Ik zie nog geen rooster liggen. Maar voor wat we gaan doen is... Oh, we gaan oefenen voor een toets, een rekentoets. En we gaan verder werken aan de knuffels. Die we eigenlijk al een paar weken geleden... aan zijn begonnen. Het was eigenlijk een beloning voor de kinderen, omdat ze zich gewoon goed hebben gedragen en goed hebben gewerkt. En die moeten ze eigenlijk nog even afmaken. Ik moet naar de briefing. Nou, weer terug in het lokaal. Het was een korte briefing. Ik ga nu de laptops klaarzetten en eigenlijk afwachten. Totdat de kinderen binnenkomen, dat over 10 minuten. Dus ja, in de tussentijd drink ik mijn komkommersap. Let's go.
gaan een boekje lezen. Het was de kat. Nee. Oh nee. Oh nee. De te. Goed zo. Kom. De kom. Is. Lange klank, hè? Sleeg. Sleeg. Wim. Heel goed. Waar is Wim? Wim is weg. Wie zou Wim toch zijn? Ja. Weet je wie Wim is? Wim deze. En wat zou daarin zitten in die kom? Een kom. Deze Wim, kijk. Een vis, hè? Ja, Wim is vis. Een vis en hij is ontsnapt uit de kom. Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe... Lees. Moet ik deze lezen? Okay. Oh, nee. En waar is Kees? Was het Kees de kat? Had Kees Wim op? Had Kees? Heeft Kees Wim opgegeten? Oh nee, toch? Laten we doorlezen. Laten we kijken wat er is gebeurd. Even weten. Heel goed. Goed gelezen en goed gezien aan het plaatje, hè? Ja. Toppen. Ja, goed gelezen. Goed gedaan, hoor. Gaan we een andere keertje verder lezen. Kinderen zijn nu in een Just Dance aan het doen, dansje. Ga naar buiten, maak een rij. Heel goed. Yes. Ja, maar haar wordt hier ingevlochten. Prachtig. Dat is één. Oh ja. Oh, daar komt het volgende. Oh jee. Oh. Waar heb je dat geleerd, dat vlechten? Ik? Ja. Van wie heb je dat? Oh, van je zus geleerd. Hi. Zie je hoe prachtig ze mijn haar aan het doen is? Mooi, hoor. Kijk wat ik heb al gedaan. Oeh, hij is wel een beetje eng, hè, met die ogen. Hoort dat zo? Ja. Ja? Oké. Vind je hem niet eng dan? Nee. Zes. Ik zeg, zes? Jij hebt een prinses. Cool. Dat is een hele leuke. Ik bleef fouten maken, dus ik heb... Fouten zijn niet zo erg, zei Katie. Ze kunnen jezelf slimmer maken. Oh, dus fouten zijn goed, zei Mojo. De letters die jullie gaan gebruiken, die staan allemaal hier. Als je hier een letter de gebruikt, schrijft, dan moet je hier een de wegstrepen, ja? Oké. Okay. Die hebben we vanochtend al een beetje geoefend, hè? Ik heb een kip in huis. Schrijf op. Kip. Ja. Oké. Ik weet het, deze. Hand. Bijna. Maar kijk eens naar het pijltje. Waar wijst het naartoe? Oh, ja. Ik denk, kijk daar. Ja, dit is je hand, hè. Dit is je hand. Dit zijn je handen. Kijk maar, dit zijn je vingers. En dit is je... Pols. Schrijf op. Pols. Zo, kip. Super. De laatste twee woorden. Stoep. Stoep. Heel goed. En de laatste. Pols. We zitten nu in de tweede pauze. Tweede grote pauze. Ik heb dus pleinwacht voor groep 3. En groep 1 en 2 die komen zo naar buiten. Dank u wel. Ik geniet wel van het zonnetje hier. Heerlijk. Het is ook een enige plekje hier op het schoolplein. Waar ik kan zitten en genieten van de zon. Ja, ik kijk.
Kijk, hè. Wauw, mooi. Goed, hoor. Zijn touwtje aan het springen. Eerste echte lieve heersbeestje. Lieve heersbeestje? Ja. Ik ben gekomen, hij vindt het fijn bij school. Hij vindt het fijn op school? Ja, hij is ook op school. Is hij giftig? Nee, hij is niet giftig. Je moet geen lieve heersbeestje aanraken. Nee, je kan ze wel aanraken, maar je moet ze eigenlijk wel met rust laten. De kleuters zijn aangekomen op het plein. Komen allemaal naar buiten druppelen. Nee, dat komt goed. Ik ga hem zo vervullen voor jou, ja? Even kijken. Dit is alvast een... Mevrouw, ik ben klaar. Funna. Ja, dit is van Indy. Ja? Ja, goed zo. Dus kijk. Even kijken. Ja. Oh. Echt een bibel. Oh, sorry. Maak ik ze open? Ik maak hem open. Wat een haar. Een haar. Wow, I love you. Heb je dat zo geschreven? Wat een prachtige lettertype. Even love you too. Lief van jou, dankjewel. Ik ga hem een mooi plekje geven. Hoe kan ik zo haar lachen? Ja? Ik weet niet of je mag het vullen, maar dan... Ik kan het echt goed. Kan je uitleggen hoe je dat moet doen, ja? Ik ben een prachtige schaar. Je kunt mij helpen met deze. Oh, dankjewel. Je kan mij helpen met deze. Kom. Ja, dankjewel, schat. Juffrouw. Ik heb een... Weet ik niet. Is deze van jou? De chaos. Even kijken, hoor. Ik heb nu heel veel knopjes op de tafel. Verschillende groepjes naar de bibliotheek met de leerkracht. En dan ben ik in de tussentijd in de klas knuffels aan het doen. Ja, maar je hebt ook meer nodig. In de tussentijd sta ik dan in de klas met de rest van de kinderen. Die mogen dan spelletjes spelen. Nou, de school is uit. Alle kinderen zijn nu naar huis. Er is een Cupido bij mij aangekomen. En voor Valentijn. Dus ik denk dat er iets met chocolade erin zit. Ga ik straks openmaken. Nu ga ik de klas even opruimen. En heel gauw naar huis. Ben ik weer. Over 5 minuten is er natuurlijk weer een briefing. Dus dan ga ik even naar daar. Ik heb nog wat tijd. Zo, ik loop de heigen, joh. Ik heb de trap opgerend. Het is een korte dag vandaag. We hebben een rekentoets. We gaan kort naar buiten en dan gaan we ook gewoon weer naar huis. Oh ja, ik heb ook mijn komkommerzap in mijn ijstee flesje meegenomen, omdat ik mijn gisteren dus ben vergeten. Dus ik zet hem ook echt nu in mijn tas, zodat ik hem ook echt niet meer vergeet. Zo, die gaat er niet meer uit. Oh.
lekker die komkommersap. Het is gezond, het is lekker. Oké, tijd voor de briefing. Daar gaan Wim en Wes. Hey, ik denk dat dit Wim en Wes is. Voor op weg naar hun baan. Dat nu jij. Je hebt goed gelezen? Topper, hè? Heb je geoefend thuis? Ja? Dat kan ik echt horen. Heel goed gedaan. Neem deze ook mee. Geef die maar aan mij. Ja, de briefing was snel gegaan. Er was veel te vertellen. Daarna hadden we een kleine vergadering. En toen kwamen we eigenlijk gehaast al naar boven, lerares en ik. En gevolgd door de leerlingen. Dus alles ging heel snel. Ik heb net gelezen, tutor lezen. En we gaan nu gewoon met de lessen beginnen. Pauw. Pauw. Nou. Kou. Kou. Ja, doe je mee? Saus. Saus. Wil je wel horen, hè? Oké. Paus. Paus. Poog. Het is pauzetijd. Het is pauzetijd. Ik doe gewoon karate kids. Karate Kids? Oké, okay, dat is wel een leuk film, Karate Kids. Dat wel. Zijn alle jongens aangekleed? Bijna? We zijn bijna klaar. Oké, groep 3 is nu naar buiten. Ik wacht nu op groep 4 dat ze naar de gym kunnen. En dan ga ik naar buiten met groep 3. Ja, en het is heel druk hier. Ik ga nu ook naar buiten, maar... In de tussentijd ga ik heel snel warme chocomelk nemen. Dus het is best wel frisjes buiten. Pauze is bijna voorbij, fruit eten, snel naar beneden gerend om nog een warme chocomelk te halen. En even wat hete water voor de lerares halen. Ja, komkommersap is op. Zo, ik ben op zoek naar een rekenschrift. Ja, we gaan toch uiteindelijk even een rekentoets doen en daarna gaan we schrijven. Dit hem is. Nou, we gaan de toets even afmaken. Zo, nou, ik heb net gegeten, heel snel gegeten. Ik heb de lokaal opgeruimd, ik heb geveegd. Ik heb het bord opnieuw geschreven voor morgen, dus dat is al klaar. En ja, het is voor mij nu tijd om, nou, niet naar huis te gaan. Dat wilde ik eigenlijk wel heel graag zeggen, maar nee, ik heb eerst een gesprek.
En daar ga ik nu naartoe. Ik moet wel gaan haasten, want het begint om 2 uur. En ik moet nog reizen. Let's go. Ik ben aangekomen op werk. Ik was te laat voor de briefing. Het wordt een lange dag vandaag. Volgens mij ook heel veel op de gang, want ik moet werken met een paar kinderen apart. En ja, zoals een normale dag weer, hè, denk ik. We hebben vandaag een andere lerares, want de lerares waar ik mee werk, die is vrij vandaag. Nou, dus het moet wel lukken, denk ik. Let's go! Een hele goede morgen. Handelen? Gezondheid. Oké. Okay. 4. Lee is dun. 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 Schrijf op de De hap uit de koek. Schrijf op de hap. Wij zijn op zoek naar de bal, bijl en bil. Schrijf erop. Zoek de woorden, lees de woorden en verbind het. Bal. Goed gewerkt allemaal. Box. 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 Heel goed. Jas, waar ben jij? Voor wie verstop je je? Goed gedaan. En is goed gedaan. High five. Goed zo. Goed gewerkt allemaal. Zo doe. Oh ja, heel goed. Nou, dan gaan we naar boven. Jij mag deze mee naar boven nemen. Vergeet je potlood en je pen niet. Nu terug naar de klas. Dan ga ik rondlopen. Wat werk nakijken. En terwijl de lerares met andere kinderen aan het werk gaat. Kom. Oké. Ik ga kijken wie er netjes in de rij staat. Ja, dat wil ik wel even doen. We hebben besloten om de plein een beetje schoon te maken. Kom maar. Nou, we komen net terug van buiten. We hebben een beetje opgeruimd. Kinderen hebben gespeeld. We gaan nu naar de klas fruit eten. Ik heb een bloem gekregen. Prachtig. Dat is Zeus. Zo, de klas is naar huis. Ik ga opruimen en ook gewoon naar huis. Morning. Het is vrijdag, laatste werkdag. De school is leeg en die blijft ook leeg. Leerlingen zijn vrij vandaag, want er is studiedag, studiemiddag. En het is nog steeds ochtend hoor. Ik ga zo naar het lokaal. Ik ga de lerares helpen met rapporten schrijven. En ik ga ook een beetje het lokaal schoonmaken. We gaan opruimen. We hebben vanmiddag nog een etentje met z'n allen. En daarna ga ik zoep.
naar huis. Let's go. Oké, nou, echt te zien. De dag is begonnen. Ik heb al een hele lijst van wat er allemaal moet gebeuren vandaag. Daar kom ik nog op terug. Nu heb ik maar besloten om te beginnen met de tafels en gewoon een beetje het lokaal op te ruimen. In die tussentijd is de lerares dan de computer de rapporten aan het invoeren. En dan kan ik nog even een beetje bijspringen. Meepraten. Als dat een beetje klaar is, dan ga ik allemaal dingen opzoeken. Ja. Wat nog meer? Ik kwam mijn sopje halen. Dat was het. Ik kwam mijn sop halen, maar ik kan nu even niet zo snel een emmer hier vinden. Wat ik dacht dat het wel hier was. Oh jeetje. Oh, kijk nou toch. Dan gebruik ik deze. Ik ben nu op zolder beland. Ik moest even een paar dingetjes brengen. En ik ben ook op zoek naar een ouw en een eiplaat. Nou, hadden we vorig jaar in de klas. Alleen, volgens mij is het toen opgeruimd. Want we hebben natuurlijk weer een nieuwe methode. Dus het moet ergens hier zijn. Oh my god. Ik wil het ook echt niet. Ik ga ook echt overal random kijken. Eigenlijk niet om op te staan, maar ik ben ook niet zo zwaar. Oh jee. Oh jee. Zo, ben aangekomen in de bibliotheek. Ik ga nu even een paar boeken zoeken voor. Oh, heb ik mijn lijst weer niet meegenomen? Of zit die er gewoon tussen? Ik vergeet hem al de hele dag, overal en nergens. Aarde, zon, maan en sterren. Let's do this. Het zonnestelsel, zeker. Die gaat mee. Wie heeft wat bedacht? Het heeft niet te maken met ons thema, maar het leek me leuk voor, ja, voor de extra kennis. Ik word gebeld. It is er. Let's go eat. Zo, ik heb net heerlijk gegeten. Oh my god, een heerlijke tuna melt bagel. Heerlijk. Ik ga nu de boeken verzamelen die ik heb gevonden. En ik was daar nog bezig. Ik denk dat ik alles heb. Ik ga terug naar de klas. En dan ga ik naar huis. Nou, ik zei het al heel vaak. Dus let's go.
Nou, dit was het dan. Een hele week heb ik gefilmd als onderwijsassistent. Ik heb je meegenomen in een beetje wat ik doe. Ja, ik hou van het onderwijs. I love it. Ik vind het geweldig om met kinderen te werken. Om een deel te zijn van hun ontwikkeling. Het brengt je gewoon zoveel energie. Het brengt mij veel energie. Positieve energie. Ze maken me elke dag wel weer aan het lachen. Het is elke dag weer iets anders. Het is nooit hetzelfde. Behalve dan de lessen en dat soort dingen. Maar hun gewoon. Het is gewoon, ja. Ik vind het geweldig werk. Ik ben ook heel erg dankbaar en blij dat ik dit mag doen. Naast wat ik ook daarnaast doe als designer en zo. Vond je deze vlog leuk? Wil je nog meer zien? Laat het even weten in de comments. Like, subscribe. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer.